Theofiel Middelkamp op 20 februari van dit jaar. In Kruiningen is hij dan aanwezig bij het feest van de Zeeuwse wielerclub die al 50 jaar zijn naam draagt. 3 dagen na deze opname wordt Theo 90 jaar. Als we ons realiseren onder welke omstandigheden hij moest koersen en met welk materiaal, dan mag Theo de grootste wielrenner van Zeeuwse bodem worden genoemd. Zijn grote doorbraak is in 1936. De directeur van de Tour de France, Henri Desgrange, heeft de Nederlandse journalist Joris van den Berg gevraagd of hij die Theo Middelkamp niet eens wil polsen voor een deelname aan de 30ste Tour de France. Met nog 3 landgenoten zakt Dumfil af naar het zuiden en maakt met rug nummer 57 zijn debuut in de Tour. Van zijn leven had hij nog nooit geen berg gezien. Hij kende alleen het Zeeuwse en het Vlaamse platteland. Op deze 24 juli blijkt dat Theo met de klimmers mee kan. Het wordt een rit van 230 kilometer die voert over de Delegraaf, de Galibier en de Lautaret. Versnellingen zijn nog niet in zwang. Aan het achterwiel zit aan weerszijden een tandrad. Als je het verzet wil veranderen, dan moet je je achterwiel even omdraaien. Geen volgwagens met reservefietsen of banden. Wegen in de bergen zijn vaak onverhard. Om de nek van de renners reservebanden. Krijgen ze bandenpech, dan leggen ze zelf een nieuwe band om. Beelden van de wielerbaan in Grenoble. Winnaar is niemand minder dan Theo Middelkamp. Een fietsende jongen uit Zeeuws-Vlaanderen die hier historie schrijft. Hij is hiermee de eerste Nederlander die een rit wint. En wat voor rit. Zijn winnende tijd die dag is 8 uur, 32 minuten en 2 seconden. Nog even een toetje. Een flits van de 10e rit in de Tour van 1936. De rit van Nice naar Cannes. De Belg Sylvain Maas is dat jaar de eindoverwinnaar. Op 20 juni 1938 starten in Valkenburg de Nederlandse profwielrenners voor het kampioenschap op de weg. Theo Middelkamp, beter bekend als Dumfil, bevindt zich hier ook in de meute. Het is die dag bloedheet en er moet afgezien worden, want Nederlands kampioen word je niet zomaar. In het parcours ligt de Kouberg. De weg eroverheen is dan veel steiler dan tegenwoordig. De helling moeten ze die dag 27 keer nemen. Een welkome afkoeling. Als je moet klimmen, moet je uiteraard ook dalen. Een kunst apart. Theo Middelkamp kan in die tijd dalen als geen ander. Door zijn lef laat hij bergafwaarts het peloton zijn hielen zien. En het publiek geniet. 27 keer komen hun idolen langs. Een lange zit. De wedstrijd duurt ruim 4 uur. Geen wonder dat bij sommigen de aandacht dan wat verslapt. Na 151 kilometer is het Dumfil die winnend over de meet gaat. Hij deed het in een tempo van ruim 35 kilometer per uur. Dat in de oorlog niet alles werd verboden, daar getuigen de volgende beelden van. In augustus 1943 wordt er gewoon gefietst om het kampioenschap van Nederland. Wellicht paste dit wel in de politiek van de Duitsers. Geef het volk brood en spelen. En bovendien hadden ze geen afkeer van een door sport getraind lichaam. Bij deze zwaarste van alle wegwedstrijden in Nederland moet de beroemde Kouberg 20 maal beklommen worden. Van de 39 deelnemers brachten er slechts een tientallen tot een goed einde. Middelkamp werd kampioen op de weg 1943. Ondanks die klinkende overwinningen laat Theo het meer en meer afweten bij grote wedstrijden. Met roem en eer kom je nergens, is zijn motto. Je kan alleen een huis kopen als je poen hebt. Hij wil zichzelf rijk fietsen, zodat hij en zijn gezin na zijn wielercarrière zorgeloos kunnen leven. In die tijd zijn de criteriums heel aantrekkelijk.
Er bestaat geen tv. Het publiek komt in grote getalen opdraven en zorgen voor een rijk gevulde kas van de organisatoren. En die geven de renners startgeld en flinke overwinningspremies. Hier beelden van zo'n criterium. 1946. Rondjes op en om de boulevard in Scheveningen. Met één ronde voorsprong gaat Theo als eerste over de streep en zal met een goed gevulde geldbuidel huiswaarts keren. Onder een ondraaglijke temperatuur starten 36 renners in Reims voor de strijd om het wereldkampioenschap op de weg voor professionals. Voor ons land nemen deel Schulte, Middelkamp, Lakenman en de Tour de France rijderchef Janssen uit Elslo. Onze favoriet Schulte moest reeds vrij spoedig de strijd staken en even voor de tweede helft ook Lakenman. Het is 1947. Theo Middelkamp beleeft de meest succesvolle jaren van zijn loopbaan. Zijn topjaar is 1945. Hier is het de derde keer dat hij aan het WK meedoet. De twee voorgaande jaren deed domme materiaalpech hem de das om. Kort voor het einde waagt Theo Middelkamp een machtige aanval die hem in de kopgroep brengt. Daar passeert hij Manji, Vatleitner, Janssen en de Berg Circuit. Nog geen 7 kilometer voor het einde moet hij van voorwiel verwisselen. Niet ontmoedigd door deze tegenslag springt hij opnieuw in het zadel en jaagt vooruit. Met een ruime voorsprong passeert hij als eerste de finish voor Circuit en Janssen en behaalt met deze prachtige rit als eerste Nederlander het wereldkampioenschap op de weg voor professionals. Het zijn geen kleine jongens zo rond 1950 waar tegen Theo het moet opnemen. Wat dacht u van Bartali, de Zwitser Kübler? Fausto Coppi. Met die soort lasbril is Brik Schotten. En de Nederlander Schulte. Theo steekt ze regelmatig in zijn zak. Voor de eerste maal in de geschiedenis van onze wielersport is in Nederland een wegwedstrijd gehouden achter Dernie-motoren. Het plaatsje Steenbergen in Brabant had de primeur. Nadat renners en gangmakers eerst afzonderlijk een ronde hadden gereden om zich aan het publiek voor te stellen, begonnen ze aan hun gemeenschappelijke werk. Tot de voornaamste renners behoorden Van Est, nummer 1, en Middelkamp, nummer 3. Dankzij de gangmaking door de Dernie-motoren, waarvan de bereiders zelf moeten meetrappen, werden snelheden bereikt van om en nabij de 50 km per uur. Het parcours moest 20 maal worden gereden. Hier rijdt Middelkamp. Van Est uit Sint-Willibrord toonde zich de sterkste. Hij heeft in dit werk de nodige ervaring opgedaan tijdens de grote wegwedstrijd van Bordeaux naar Parijs, waarin hij een paar maanden geleden als eerste eindigde. Van de andere deelnemers kwam alleen Middelkamp tot een behoorlijke prestatie. Tot aan de finish bleef hij dicht bij Van Est, maar daar moest hij in hem toch zijn meerdere erkennen. Het ene laatste jaar van Theo's wielercarrière. Augustus 1950. De wereldkampioenschappen op de weg in het Belgische Moorsleden. De grote concurrent van Theo is die dag de Belg Briek Schotten, de Vlaamse wielerlegende die afgelopen zondag overleed. Briek wordt deze dag eerste. Theo, den Viel, wordt tweede en zal hierna nog menig kermiskoersje pakken om zijn toekomst veilig te stellen. Een keuze die hem min of meer buiten de schijnwerpers hield. Zijn drijfveer hiervoor was zijn gezin en zijn toekomst. Maar er was meer. Theo was eigenlijk het liefst in de buurt van zijn huis. In de buurt van de familie en zijn duiven. Deze week wint Theo het Van Briek. Hij overleeft hem. Net over de grens in Kieldrecht slijt hij zijn dagen. Terugkiekend op een onderbelicht, maar eervol leven.